Duggan Nash zegt, hoe kan ik nou op iemand stemmen die zo slecht speelt? Terecht punt. Ja, daar is eigenlijk geen goede uitleg voor. En ik denk ook dat ik daar vanavond met het campagneteam even serieus gesprek over moet gaan voeren. Hartelijk welkom bij de derde aflevering van Gamen met Politici. En deze keer met Laurens Dassen, de lijsttrekker van Volt. Ja, super. En je hebt een topdag, want volgens mij is er net een peiling geweest voor jullie op 3 zetels staan. Inderdaad, bij INO op 3 in de peilingen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Elke week 1 erbij. Dus we moeten nu zorgen dat we dit gaan vasthouden. Om te zorgen dat we volgende week ook daadwerkelijk die 3 zetels bij de verkiezingen gaan halen. Dan gaan we beginnen. Jarenlang was jij bankier bij ABN AMRO. Waarom kwam het moment dat je dacht, ik ga me inzetten voor Volt? Nou, ik maakte me eigenlijk al een langere tijd zorgen ook over waar we met de wereld naartoe gingen. Mm-hmm. Je zag op een gegeven moment het groeiend nationalisme. En dat waren wel ontwikkelingen waarvan ik dacht van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat in een wereld waarin we elkaar zo hard nodig hebben, dat we meer bezig zijn om juist verder van elkaar af te drijven. Ja. Toen ben ik me op een gegeven moment ook gaan oriënteren bij politieke partijen. En waar kwam je toen eerst op uit? Nou, ik ben toen gaan kijken bij D66, mm-hmm. bij PvdA, bij VVD. Gewoon om te gaan oriënteren, om te kijken van waar staan die partijen dan precies voor en wat doen ze. En wat miste je daar dan bij die partijen? Wat ik daar voornamelijk miste is het gevoel van, we zijn met iets nieuws bezig of we willen wat nieuws gaan doen. Ik had niet het idee dat ik daar echt vond wat ik zocht. En toen las ik dus over Volt. Waarom ben jij eigenlijk nummer 1 van Volt? Maar ik ben me dus op een gegeven moment gaan afvragen van wat wil ik zelf met Volt? Ik ben natuurlijk enorm geïnspireerd. Ik geloof heel erg in het verhaal. Ik onderstreep het verhaal natuurlijk volledig. Mm-hmm. Wil ik mezelf ook nog verder daar actief in zetten? En wil ik de kar ook op de politieke vlak gaan trekken? Ja. En daar ben ik toen op een gegeven moment over na gaan denken, van wil ik dat? En vind jij jezelf dan ook het meest geschikt van alle mensen op de lijst van Volt om die kar te trekken? Nou, ik heb natuurlijk gekandideerd omdat ik me geschikt achtte. Er zijn heel veel capabele mensen, maar ik vond dat ik het aan de leden wilde voorleggen dat ze in ieder geval de keuze hadden om op mij te stemmen. En dat hebben ze gedaan. Hebben de leden dat gedaan. Ja. Afgelopen maandag hadden we hier Sjoerd Sjoerdsma in een game met politici. En die zei, dat Volt is leuk, maar het is sympathiek, zei hij. Sympathiek, wat ik ook wel een beetje neerbuigend vond klinken. Maar hij zei, het is een soort D66, maar dan zijn ze voor kernenergie. Dekt dat wat jou betreft de lading? Wat natuurlijk het fundamentele verschil is tussen Volt en elke nationale partij, is dat wij een Europese partij zijn. Dus mm-hmm. wij zitten in alle landen van de Europese Unie met hetzelfde verkiezingsprogramma. Ja. Omdat we weg willen van dat nationale denken, vanuit het nationaal belang redeneren. Maar dat we juist Europees die grote uitdagingen van vandaag willen aanpakken. En dat is een fundamenteel andere manier van kijken naar politiek. Ja. Ik hoor ook wel vaak de kritiek van allemaal leuk en aardig, weer zo'n progressieve partij. Maar het zorgt ook juist voor de versplintering op het progressieve spectrum. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het is ook een beetje van, hè, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Kijk, wij willen echt die politiek naar het Europees niveau gaan tillen. Al het grote is klein begonnen. Maar als je kijkt naar Nederland, is het niet lastig om een vuist te maken tegen bijvoorbeeld Rutte of tegen de PVV of tegen Forum, als je met allemaal van die kleine partijtjes bent? Hebben jullie straks 3 zetels en heeft de PvdA heeft er 10 en GroenLinks heeft er 11 en dan ja, Rutte heeft er 80. Ik denk dat het heel goed is om daar ook een vuist tegen te maken. Maar wat ik ook hoop te bereiken is natuurlijk dat we zorgen dat we bijvoorbeeld ook de VVD veel meer in de richting van het Europese verhaal willen krijgen. Dus in plaats van dat zij nu steeds dichter tegen de populisten aan schuren, dat ze juist veel meer het progressieve en het Europese geluid weer omarmen. Ja. Dus, en ik weet zeker dat je dat ook met een paar zetels krijg je dat hartstikke goed voor elkaar, want je kunt dan heel veel zaken adresseren. Een goed voorbeeld is natuurlijk Partij voor de Dieren, die dat de afgelopen jaren heeft gedaan en dat langzaam heeft uitgebouwd. Dat is natuurlijk wat Volt ook wil. Dus je probeert de hele politiek meer naar die Europese integratie te trekken? Nou, in ieder geval veel meer daar te kijken van hoe kunnen we Europa nog beter voor ons laten werken. Want we hebben hele grote uitdagingen en Europa is daar een oplossing voor om die uitdagingen aan te kunnen pakken. Ja, motivatie om daar bijvoorbeeld aan de slag te gaan komt ook voort uit ontevreden met het euroskepsis. Op het moment dat politici niet in staat zijn of niet het hele verhaal willen vertellen. Voelt dat zo? Alsof inderdaad in Nederland en Wilders en Baudet niet het hele verhaal vertellen? Ja, absoluut. Welk stuk ontbreekt er? Bijvoorbeeld als het gaat over het geld wat naar de Italianen gaat. Hè? Er wordt in Nederland dan heel veel geroepen, ja, maar wij betalen voor de zuidelijke landen. Ja. Wat daar niet bij verteld wordt, is natuurlijk dat we in de jaren 90 samen de euro in zijn gegaan.
En wat, terwijl de economieën helemaal niet op elkaar afgestemd zijn. Daar is toen al voor gewaarschuwd dat dat grote gevolgen zou kunnen hebben. Wat ervoor ook voor heeft gezorgd dat wij als Nederland, omdat we die euro hebben en met Italië in die eurozone zitten, een relatief goedkope munt hebben, dus makkelijk kunnen exporteren. Terwijl de Italianen daar heel veel last van hebben en ja, heel moeilijk kunnen exporteren. Oh, daar staan heel veel poppetjes van jou. Hier hadden we het vorige week donderdag met Peter Quint over. En die zei om die reden, wat jij zegt, ja, daarom moeten we juist van de euro af. Wij zijn er juist voor om te zorgen dus dat we die stappen verder maken. Dat we dus de eurozone afmaken. Dus dat we zorgen dat we naar een fiscale unie ook gaan. Dat we zorgen dat de economieën veel beter op elkaar aangesloten zijn. Met Europese belasting ook. Met Europese belastingen, met een depositogarantiestelsel. En gaat het dan minder Nederlandse belastingen? Nou, wat je daar bijvoorbeeld kunt doen is, nu op dit moment betalen de grote bedrijven zoals Facebook, Amazon en Google, die betalen amper belastingen. En dat is nou typisch iets wat je dus Europees moet aanpakken om te zorgen dat zij een eerlijke belasting betalen. Ja. Waarom zijn partijen er eigenlijk tegen? Want ik kan me toch voorstellen, ja, gewoon dat soort techbedrijven een fatsoenlijke belasting laten betalen. Daar valt toch niet zo heel veel op tegen te zijn? De reden die je dan vaak hoort is dat dat belastingheffen een nationale competentie is. En dat is het altijd geweest. Ja. Maar ja, dus daarvan kun je zeggen, ja, wil je dat dan altijd laten? Of wil je juist zorgen dat... Nee, ik vind dat je heel kranig... Kranig... verweerd. Ik ben blij dat ik die muur heb gebouwd, maar die... Dus een beetje een Trumpiaanse muur, zei iemand net ook al in de chat. Past dan weer niet helemaal bij Volt. Volt is natuurlijk ook een beetje een partij voor succesvolle mensen. Die toch wel heel erg voor die Europese Unie zijn. Het is ook een gevaar dat je natuurlijk mensen gaat verliezen in die Europese samenwerking. Die misschien minder goed kunnen meekomen. Dat moet wel beter rechtgetrokken worden, ja. Want heb je ook het idee, als het niet gebeurt, dat er alleen maar steeds meer mensen zijn die zich tegen de Europese Unie gaan keren? Europa zelf is niet het doel, hè. Het is uiteindelijk ook een middel om de uitdagingen van vandaag op te kunnen lossen. Ja, yeah, you have been defeated. Duggan Nash zegt, hoe kan ik nou op iemand stemmen die zo slecht speelt? Terecht punt. Ja, daar is eigenlijk geen goede uitleg voor. En ik denk ook dat ik daar vanavond met het campagneteam even serieus gesprekken over moet gaan voeren. Ja, dat toch uiteindelijk dat je toch gaat terugtrekken. Ik was wel benieuwd, want het partijprogramma gaat ook vaak heel erg om grote thema's, Europese thema's. Ik zat het een beetje door te spitten en ik dacht ook, ja, op wat thema's wat dichter bij huis. Waar jullie bijvoorbeeld ook te weinig over hebben, is de coronaverkiezingen. Maar eigenlijk onttrekken jullie helemaal over het onderwerp corona, lijkt het. Toen corona uitbrak en het in Italië voorkwam, toen gingen de grenzen in Europa dicht. Toen stonden medicijnen voor dichte grenzen. Het was een gevecht op de mondkapjesmarkt. Toen zag je eigenlijk dat er helemaal geen Europese samenwerking was. Dus daarvan zeggen we ook van zorg nu ook, want we weten in de toekomst dat dit mogelijk vaker gaat gebeuren. Dat we op Europees niveau gezamenlijke pandemiebestrijdingsboeken hebben. Om te zorgen dat we dat samen aan kunnen gaan. En natuurlijk heel belangrijk ook voor jonge mensen van hoe gaan we daarmee om. Want die zijn de afgelopen jaren ontzettend solidair geweest. En die hebben zich over het algemeen heel goed aan de regels gehouden. Maar wat we dus ook wel zien is dat het welzijn van jonge mensen flink achteruit aan het hollen is. Dus daarvan hebben we ook eerder aangegeven van zorg nu dat zij in ieder geval kunnen gaan sporten. Nou, dat gebeurt nu steeds meer, maar ook dat onderwijs dat mogelijk wordt. Dat er toch bepaalde manieren zijn waarop jonge mensen zich kunnen ontmoeten. Maar ook dat er bijvoorbeeld betere psychologische voorzieningen zijn bij de universiteit en bij de scholen. Hoe ga je daar, Age of Empires wise? Ja, ik zit alleen maar te praten, dus ik ben heel slecht me weer aan het concentreren. Want we moeten nu tegen de computer, hè? Je kan hier de scores zien, die staan flink voor. Oké, okay, dat kan aan mij liggen. Ja, ik heb de computer veel te sterk ingesteld. Dit wordt hels. Ja, ik had je aan het begin gewaarschuwd dat ik sowieso niet heel goed was met twee dingen tegelijk doen. Nee. Dat is in ieder geval uitgekomen. Het is wel lekker campagne voeren zo, hè? Het is wel leuk dit. Vind je het een beetje leuk, het campagne voeren? Het campagne boeren is echt super leuk. En vind je het spannend? Het lijkt me ook wel dat je dan zo de peilingen ziet en drie zetels. Ik zou dan ook wel gewoon de slecht van slapen van de spanning. Gewoon dat ik zou denken, oh, dit is wel echt tof. Oh, maar dat heb ik ook al. Ik slaap op zich goed nog. Maar wel, ja, je gaat wel, weet je, vandaag weer drie in de peilingen. Ja, dat geeft toch adrenaline, waardoor je s'avonds toch wat onrustiger bent. Vorige week mocht ik bij Jinek aanschuiven. Ja, dan ben je daarna klaar en dan ben je toch nog helemaal hyped van de avond natuurlijk. Het zijn ook momenten waarop je natuurlijk de kans hebt om over Volt te vertellen. En daarnaast zijn er natuurlijk heel veel mensen die zich inzetten voor Volt. En je wilt natuurlijk ook zorgen dat die goed vertegenwoordigd zijn. En tegelijkertijd is het ook ontzettend leuk om dat te mogen doen. Dus ik heb er ook echt heel erg veel plezier in. Heb je eigenlijk ook al met Baudet en Wilders gesproken? Nee, dat niet. Kijk je daar dan naar uit? Absoluut. Kan je zo'n Wilders hebben? Die zit op... ik ben onder aanval ondertussen. Dat is ook wel weer toepasselijk. Ik ga er hier alweer aan. Afgang. Al mijn mensen zijn inmiddels overleden. Dit is een afgang.
Dit is, dit is best wel gênant dit. Ja. Volt bestuurt één keer een population, een civilization, en alle mensen overlijden binnen enkele minuten. Ja, dat is niet best. Dat is geen aanbeveling, nee. Maar daarom is samenwerking belangrijk. Dat kan je Wilders hebben, denk je? Ik denk dat het verhaal van Volt dusdanig sterk is dat we daar Wilders ook mee kunnen hebben, absoluut. Maar hij, hij zit al weet ik veel hoe lang in de politiek, al 1000 jaar. Hij zit natuurlijk al heel lang in de politiek. Maar goed, het is natuurlijk dwars tegenover het verhaal van wat wij met Volt willen vertellen. Dus ik denk ook dat verhaal dan verteld zou moeten worden. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En dat is dus ook uitleggen van waar Wilders de mist in gaat. En zeggen van wat je wel wil bereiken. Dat ben ik even Wilders. En dan zegt Wilders, meneer Dassen, u bent knettergek. Miljoenen, miljarden euro's naar Europa. Met die belachelijke Italianen. Die ons geld, ons belastinggeld van Henk en Ingrid verkwanselen. Ja, nou meneer Wilders, wij hebben al jarenlang dat we ontzettend goed aan de Europese Unie verdienen. En dat doen we door goed samen te werken. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de Europese Unie, zoals die nu is geconstrueerd, dat die niet goed genoeg is. Je ziet dat de manier waarop de Italianen nu gedrukt zijn in de eurozone, dat al niet goed functioneert. Dus moeten we de eurozone natuurlijk ook verder ontwikkelen om te zorgen dat dat beter gaat. Maar meneer Dassen, u zou nog liever uw eigen schoonmoeder verkopen dan opkomen voor de Nederlandse belangen. Daar gaat Wilders er niet op in, hè? Dan gaat hij gewoon zoiets roepen. We hebben een paar hele grote uitdagingen met elkaar. En dat is klimaat, dat is veiligheid. Dat zijn een opkomend China en Rusland wat zich agressief gedraagt. En om te zorgen dat we de veiligheid van de Nederlanders kunnen waarborgen, dan zullen we in Europa heel hard samen moeten werken. Dat leer je al van jongs af aan. En dat is ook waar we met Volt voor willen gaan. Maar u heeft 8 jaar bij een bank gewerkt. U bent zo eurofiel als ik weet niet wat. Inderdaad, samenwerking is ontzettend belangrijk. En gelukkig ziet het grote gedeelte van de Nederlanders dat ook. Ja. Dat als je snel wil gaan, dan ga maar alleen. En als je ver wil komen, dan moet je samen gaan. Ik vind dat je tegen mijn imitatie van Wilders nog kranig stand houdt. ik ben inmiddels wel af. Echt? Oh. Maar doe je dit soort dingen ook? Doe je ook echt oefendebatten dan? Nou, nog niet heel veel. Maar we oefenen natuurlijk wel vragen. We kijken wel van wat zijn vragen en wat zijn argumenten die we daarbij kunnen gebruiken. Ja. Zwarte Piet bijvoorbeeld. Hoe staat Volt daar tegenover? Nou ja, Zwarte Piet moet natuurlijk ook afgeschaft worden. Gelukkig gaat het ook daar die kant op. Dat is een symbool wat heel veel mensen heel veel verdriet doet. Dus daar moeten we zo snel mogelijk ook vanaf. En gelukkig vindt dat nu ook plaats. Maar ja, dat zou nog veel sneller moeten gaan natuurlijk. U bent knettergek. U haat Nederland, meneer Dassen. Ik bedoel, als je mensen wil kwetsen, dan moet je ermee doorgaan. Maar het is gewoon schandalig dat we op deze manier nog dit symbool hebben. Iemand vraagt ook, komt er een staatssecretaris voor memes? Dat is op zich wel een mooi idee. Ik doe intussen nog een soort laatste kamikaze actie, maar het is... ik zie het. Het verdient geen schoonheidsprijs. Maar deze computers waren wel vrij agressief, maar ook vrij snel in het bouwen. Ik heb ons een beetje overschat. Helaas. Terwijl op zich, na het eerste potje, had dat niet gehoeven. Nee. Paul, die zegt, hoe is Volt van plan ook rechtse stemmers over de streep te trekken? Wij krijgen juist ook heel veel stemmers vanuit bijvoorbeeld de VVD, vanuit de CDA. Die zeggen van, joh, Europa is zo ontzettend belangrijk. En alle partijen in Nederland hebben dat eigenlijk verwaarloosd de afgelopen jaren. Zeker de VVD. En wij zijn voor die Europese samenwerking. En wij steunen dat vanuit die gedachte dus ook echt van wat Volt aan het doen is. En daarin zie je dus ook een verschil, hè, van ook zeg maar van het weerwicht wat je dus kunt bieden in een steeds maar agressiever wordende wereld, is dat voor veel VVD-stemmers ook heel erg belangrijk. Acht jij jezelf in staat om ook uiteindelijk kiezers weg te halen bij Forum en bij de PVV? Nou, op de hele korte termijn misschien niet, maar op de lange termijn zeker wel. Als we uitleggen van wat de Europese Unie ook voor hen kan doen en wat Volt voor hen wil doen, hoe we Nederland ook socialer willen doen, juist ook wat we in de grensregio's willen doen, acht ik de kans zeker mogelijk, ja. En dat is dus een kwestie van het beter uitleggen, waarvan je ook zou kunnen zeggen, dat klinkt een beetje betuttelend. Die mensen snappen nu niet dat Europa goed voor hen is. Nee, ja, je moet mensen ook meenemen in het verhaal wat je vertelt. En ja, als je heel eerlijk bent, van de politiek heeft op dit moment toch ook wel vaak Europa als zondebok gebruikt. Mm-hmm. Dat is ook heel makkelijk om de problemen op Brussel af te schuiven en de successen nationaal te claimen. Vind je het dan laf van de huidige politiek? Ja, zeker. Wat is het zwakste punt van jullie partij? Wat we bijvoorbeeld verder nog uit moeten werken is... Wat is bijvoorbeeld pensioenen? Dat moeten we nog verder uitwerken.
Dus daar hebben we nog geen heel eenduidig standpunt over. Dus dat zullen we ook nog verder moeten ontwikkelen. Dus bij 50PLUS gaan jullie weinig stemmen halen waarschijnlijk? Ja, in ieder geval bij de 50-plussers die pensioen heel belangrijk vinden. Ja. Ja. Volgens mij, mensen zijn hier heel enthousiast over. Volgens mij vond iedereen dit een onwijs leuke manier om... Ik vond het ook onwijs leuk. Ik moet wel zeggen... Ja, je was echt slecht. Je was gewoon slecht. Ik was echt heel slecht. Ja. En ik moet toch ergens tijd gaan vinden om dit weer een beetje te oefenen. En dan hoop ik dat ik nog een herkansing krijg. Ja, als je nou in de Tweede Kamer komt en dat lukt... En we gaan er hier nog een reeks van maken tegen politici die inmiddels verkozen zijn. Dan gaan we samen nog een keer een pot spelen tegen een wat makkelijkere computer. Ja, precies. Dan zetten we hem op easy. Hoeft niemand te weten dat. Precies. Ja, top. Leuk. Doen we. Dankjewel. Ik kondig eerst nog even aan wat we donderdag gaan doen. Want donderdag om 9 uur ga ik een potje Mario Kart spelen tegen Dylan Yeshilgus van de VVD, de nummer 5. En dan gaan we dus Mario Kart spelen. En dan goed, gaan we kijken of ik dan win of dat ik dan weer verlies. Net als vorige keer tegen Peter Quint.